Op het moment dat je dit programma zit te kijken, is Leiden ontzettend al voorbij en zit je waarschijnlijk in je onesie op de bank. Ik ben nog de gast op de kermis. Dit is een nieuwe aflevering van Rudo op 3 oktober. R-U-D-O. Rudo. En ja, hij wordt een beetje in gereedheid gedaan. Dan moet jij er niet achter gaan staan natuurlijk. Wie ben jij dan? Ik ben zijn vriendin. En wie is hij dan? Driekus Hoekstra. Zeg je? Driekus Hoekstra. Is dat Driekus? Nou, ik had jou in het wild niet herkend, Driekus. In het wild niet, nee. Maar wij draaien jou toch ook bij Unity NL? Klopt. Ja. Nou, hey Elmar, ik heb Driekus eerder in mijn programma dan jij. Of ben je al bij Elmar geweest? Nee, nog niet. Nog niet. Oké, okay, maar Driekus, ja, jij woont niet in Leiden, toch? Nee, klopt. Ik kom weer in Breda. Maar hoe is het, Leiden is ontzet? Best wel leuk, toch? Maar hoe ken je haar dan? Want zij woont wel in Leiden. Ik moest hier bij ons hoekje moest ik optreden. En toen kwam ze kijken. Kijk, ja, kan je dan even een liedje zingen? Nou, ligt eraan wat ik moet zingen. Ja. Ja, wat zing jij zelf het liefst? Wat hoor je het liefst? Ja, even iets gezelligs. Het is 3 oktober. Wat heb je net bij Bianca gezongen? Ik heb nog niks gezongen. En je moet nog? Nee, ook niet. Maar je bent gewoon zelf even bezig kijken? Ja, ook nog niet. We zijn alleen nog op de kermis geweest. Ik heb het echt allemaal fout, hè, geloof ik wat ik zeg. Ik geef je een microfoon. Doe gewoon een stukje. Dames en heren, Driekus Hoekstra. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Hey, heb je toch nog gezongen? Zo is dat. Ga je doen? Ga je nog ergens in of ga je een biertje drinken? Of? Veel te bang, ik ben overal bang voor. Echt waar, joh? Ja, tuurlijk. Hey, maar zien we je binnenkort bij Unity NL? Denk het wel. Leuk, tot snel. Goeie reis terug. Dankjewel. Ja, het is heel flauw, maar ik wil gewoon. Hoi. Hey. Wie ben jij? Ik ben Chris. Hoe is het, Chris? Goed. Ja, hoe is je 3 oktober tot nu toe? Goed. Ja, heel leuk. Wat heb je allemaal al gedaan? Ik ben vanmorgen met de kinderen naar een nostalgische kermis geweest. Niet in een vuilje gezongen? Nee, je lag in een nest. En nu in de Supermaus? Ik ga nu in de Supermaus met mijn zoon. Die staat daar. Heb je er zin in? Ja. Ja, hij heeft er zin in. Veel plezier, hè? Dankjewel. Zeg mij, dan komen we hier voor de attracties of voor de jongens? Voor niemand. Voor niemand, maar jullie zijn... Voor de gezelligheid. Ben je nog niet in de booster geweest? Of... Nee, als hoofdpijn. Maar wat hebben jullie wel gedaan al dan? Nou, gewoon een beetje chillen. Jointjes roken? Ja, hoe moet je... Heb je jointjes bij je? Ja, zij hoor. Laat zien dan. Ja, ik heb alleen wiet bij me, man. Heb je alleen wiet bij? Nou, laat je zakje wietjes zien dan. Ik niet. Dames en heren, dit mag niet. Ja, jouw moeder die... Waar woon je dan? Sassenheim. Ja, gewoon wiet rokende jongeren in Sassenheim? Jongeren? Jullie zijn toch jong? Hoe oud denk ik dat ik ben? Oh shit, ja. Ik denk dat je 19 bent of zo? Nee, een jaartje jonger. 18. 18, oh. Ja, dan ben je toch jonger, hè? Ja, maar niet zo jong. Je doet net alsof ik 12 ben of zo. Nou, nee, ja. Hallo, nee, natuurlijk niet. Nee, maar hoe is het? Hoe is de kermis in Leiden? Ja, niks aan. Vroeger was leuker. Vroeger? Ja. Je bent 19. Ja, maar vroeger was leuk hier. En toen was je kleiner, nee, toen leek het groter. Niet. Nee, dan was het gezelligheid bij cafeetjes ook leuker, toch? Nu is het een beetje saai, alleen maar vechten. Ja, dat is jammer, hè. Nou, veel plezier nog. Dankjewel. Kijk, zij wil niet op tv. Doei. Rio. Zeg, heb je nou gewoon gewonnen? Wat komt er nou uit het apparaat gevallen dan? Nou, muntjes. Oké, en waar zijn jullie nog voor drijven? Dan kunnen we je zien, dat is leuker. Waar ben je voor aan het sparen? Ja, dat weten we zelf ook nog niet. We doen het puur voor de lol. Maar laten we zien. Kom Ben, gaan we even kijken, want je gooit er nu wat in en dan? Wat gebeurt er dan? Dan gaan de muntjes schuiven. En dan hoop je dat er hier wat uitvalt. Ja, er valt hier nu wat uit en dan eigenlijk willen we dus 25 of 50 punten. Ja, de punten wil je. Nou, we blijven even kijken hoe jij dit doet. Hoeveel heb je er al in gegooid dan? Ik denk 5. Nog niet heel veel dus. En is het duur of niet? We hebben met z'n allen hebben we gewoon 100 muntjes gekocht voor 10 euro. Dus... En doen het met z'n allen. En wat gaan jullie nog meer doen vandaag? Dat laat het op ons pad afkomen. Heel veel plezier. Dankjewel. Wat dacht je ervan om met mij in de botsauto's te gaan? Nou, denk het niet, nee. Ik ben een beetje te oud voor, hè. Ja, ben je daar te oud voor? En bang, ja, zeker. Ja, ben je bang? Ja. Maar ging je veel vroeger, toen je wat jonger was, nog wel in allemaal dingen dan? Ja, wel, ja. Ja? Ja, hoe is het? Wat zeg je? Heb jij nog een zus? Ik heb een zus. Ja, breng die eens mee dan. Is dit jouw zus? Dat is mijn vrouw. Dat is je vrouw. Maar hoe lang vieren jullie al Leiden ontzet? Hoeveel jaar? Nou, ik woon hier al 45 jaar of zoiets of langer. Dus altijd.
Maar hoe was het dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden? Was het toen heel anders of niet? Nee, dat is altijd hetzelfde hier. Maar jullie zitten lekker mensen te kijken? Eventjes, ja. We gaan oliebollen halen en paling gaan weer terugtalen. Pontje, hè? Hij kan niet zo lang lopen. Pontje paling. Ja, ietsje meer nog. Dus ja, nou, heel veel plezier. Dankjewel. Waar zijn jullie van? Van jullie. Dus je bent op televisie? Ja. Je wordt beroemd? Leuk, ja. Ja, ja, kan mij niet schelen. Nou, tot snel, hè? Okay. Tot volgend jaar. Ja. Toch? Ik zal de groet aan mijn zus doen. Ja, doe dat dan maar. Maar niet met twee drankjes. Maar drink jij nou twee door elkaar? Nee. Ik wilde naar binnen gaan. Zet je nou, jij zet nou gewoon de drank weg omdat dat niet op tv mag. Dan ga ik er gewoon voor staan. Nee, want het is immers 3 oktober. Ja, dus neem er nog een paar. Dus ik neem er nog eentje. En hoe was 2 oktober dit jaar? Ik was thuis. Ik had last van mijn rug. Oh, en nu? En nu gaat het een stuk beter. Dus ik denk, ik blijf 2 oktober thuis. Dan kan ik het, doe ik het rustig aan. Heb je de optocht nog gezien? Nee, ook niet. Kan je terugkijken bij ons op de site. Op unity.nu kan je de hele optocht terugzien. Ga ik zeker doen. En wat ga je nog doen dan nu? We gaan gewoon lekker een beetje lopen. Nou, heel veel plezier. Ja, nou dankjewel. En dan kan je nergens in met die rug nu. Wat zei je? Je kan nu nergens in met die rug. Jawel. Nee, maar ik ga sowieso nergens in. Dat is al verleden tijd. Heel veel plezier en vergeet je tweede drankje niet. Dankjewel. Doeg. Doei. Rio. Ga je nou met je fiets over de kermis? Ik moet gewoon echt naar het station, maar ik heb geen tijd om te lopen. Ja, dat is wel irritant al die mensen hier, hè? Ja, best vervelend. Maar ben jij dan iemand die niet uit Leiden komt, of juist wel? Ja, jawel, ik studeer in Leiden, maar ik heb een sollicitatiegesprek. Dus je hebt ook gewoon nog haast? Ja. Ik ben nog vrijgezel. Oh, dat is de mevrouw van daarnet. Mail me maar, ruder@unitytv.nl. Oké. Okay. Ben je ook vrijgezel? Nee. Nee, oké. Okay. Doei! Rio. Roald Laporte gewoon van Los. Rudo. In het wild. In het wild. Heb je dan een groene jas aan? Ik heb een groene jas aan. Weet je wat fijn is? Ben je in Den Haag geweest? Ik ben sowieso in Den Haag geweest vandaag, maar weet je, rood-wit. Ik denk, ga ik in het groen, dan ziet iedereen me. Ja, je valt wel op, dat is waar. Hoe is je Leiders Ontzet, Roald? Heerlijk. Ja, het is geweldig toch? Lekker weer, af en toe een klein spettertje, maar nee, hartstikke leuk. Leuke optocht. Ja, het was leuk, hè? Ja, het was erg leuk. Vooral die Braziliaanse dames op het eind. Precies. Nee, nou, het was heel leuk. Nee, het is heerlijk, joh. Het is echt weer een mooi sfeertje. En wanneer komt de nieuwe Los uit? De nieuwe Los ligt er net, dus de volgende die komt begin november. Komt er dan nog wel wat over 3 oktober in? Nee, nou, we kijken altijd vooruit. Dus we dus kijken kerst. Nooit terug. Kerst, uit de nieuwe kerst, een leuke decembermaand. En jij bent hier nu met de kinderen? Kinderen en buren en gezellig. Ja, weet je, dat is het mooie van Leids Ontzet. Heb je nog geen beer gewonnen dan? Nee, nou, ze gaan het nou doen, geloof ik. Ja, dan ga snel kijken. Hey, veel plezier. Ja. Hoi. Van Los Magazine, hè? Ze kijken vooruit, niet achteruit. Rio. Staat hier een hele stoere gozer die staat schieten. Een beetje oppassen, wel altijd een beetje bang als mensen dan gaan staan schieten. Maar ik moet toch een beetje weten of het lukt. Hé, hey, jij bent wel goed in schieten, of niet? Ja. Hey, ik moet hem natuurlijk niet te hard storen, maar kijk even mee nog. Lekker knallen bij de schietent. Nou, ik zou zeggen, schiet eens op. Ik ga weer door. Rio. Ga jij nou gewoon echt in de booster? Nee, zij gaan. Waarom gaan jullie in dat ding? Omdat het leuk is. Ja, dat het gewoon heel leuk is. Ja. Zijn jullie er al in geweest dan? Nee, niet vandaag. Ik ben gisteren in geweest. Ja, oké, maar je bent er dit jaar al wel in geweest? Ja. Wat is er zo leuk aan de booster? Gaat hard. Ja, niks. En hoe duur kost zo'n kaartje dan? 10 euro. Wat? 10 euro. Hoe lang heb je daarvoor moeten sparen? Of hebben je ouders dat betaald? Mijn ouders betalen een beetje. Ja. Papa! Ja. Hoeveel geld heb je meegenomen naar de kermis dan? Mijn pinpas. Je pinpas. Oh, dus voorlopig kan je nog overal in. Ja. Nou ja, heel veel plezier. Ik ga naar je kijken zo. Oké. Doeg. Doei. Daar krijg je toch vieze vingers van? Ja. Het plakt helemaal. Moet je kijken in je mond. Kijk eens naar de camera. Je helemaal rode mond. Heb je al veel gesnoept? Nee. Nee? Heb je al wel in veel attracties geweest? Nog geen één. Nog geen één. Waar ga je in dan? Waar wil je in? In de Super Mouse. Oh, die is wel heel leuk. Maar met wie wil je dan? Met mijn zus en mijn vader. Oh, met z'n drieën? Kan je dan met z'n drieën in de Super Mouse? Denk het wel. En dan morgen moet je weer naar school, zeker? Ja. Op welke school zit je? Op het Kompas.
Oh, dus je hebt ook... je bent nog te jong om mini-koraal te zingen dan. Ja. Dat is groep 7 en 8. Want in welke groep zit jij? In groep 5. Oh, nog 2 jaartjes wachten. Mag je ook het mini-koraal zingen. En nu lekker je suikerspin opeten. Ja. Eet smakelijk. Dankjewel. Rio. Zo, met het hele gezin op pad? Ja, nou het halve gezin. Oh. Maar ik dacht dat die meneer ook bij jullie hoorde. Maar ja, die hoort ook. Maar die, die wil niet herkend Die loopt professioneel door. Ja. En wat zijn jullie allemaal aan het doen vandaag? Nou, we zijn er net, dus we gaan nu even die kant op. Maar waar bestaat 3 oktober voor jullie uit? Waar dat uit bestaat? Normaal, is dat niet 's ochtends al reveille zingen? Nou, nee. Die tijd is geweest. Maar wel naar de kermis? Wel naar de kermis, met de kleintjes. Ja. En heb je al wat gedaan op de kermis, of moet je nog wat doen? Niks. Nog niks? Jawel, je bent in de botsauto's geweest. Nou, noem het maar niks. Je bent in de botsauto's geweest. Was het gaaf? Ja. En wie ging er sturen dan? Ik. Niet, dat geloof ik niet. Hoe oud ben jij? 5. Dan heb jij niet gestuurd. Is jouw kind? Ja, dat is mijn kind. Okay. Doei. Doei. Okay, doei. Rio. Heb je nog een beetje gespaard voor de kermis dan? Nee, eigenlijk niet. Ik doe niet zoveel met de kermis. Ik loop er gezellig overheen, kom een hoop bekende mensen tegen. Als je weinig verdient, kun je er ook niet sparen. Ja, dat is ook nog zo. Maar weet je, gewoon een beetje rondlopen, een beetje met mensen praten. Zo even bandjes kijken, even gezellig. Even leuk. Kijk, hartstikke goed. Nou, heel veel plezier. En ja, jullie ook. Fijn feest. Rio! En zo hoort het. Nee, meneer gaat vorige keer... Maar... Ik had jou gisteren ook al. Ik had hem gisteren ook. Ik pak altijd hem. Helaas heeft hij slechte oren, maar dat moet er natuurlijk niet bij staan. Nee, maar jij hebt een goede oren, toch? Ik heb dus met jou kan ik praten. Ja, dat kan. Maar je ziet er goed uit. Ja, dank je. We hebben dezelfde schoenen, kijk, oh, zie je. Oh, geweldig, ja. De lijst, de lopers. Ja, natuurlijk. De hele family heb ze. En dan staan we altijd helemaal met elkaar. Nou, ze is top. Helemaal maar je hebt het hoedje, je hebt de sjaal. Die moet even zo natuurlijk, hè? Echt helemaal 3 oktober natuurlijk. Maar als er dan weer nieuwe dingen komen, koop je die dan ook? Nou, eerlijk gezegd gelijk. Ja, ik heb eigenlijk een rode sjaal, ik heb een witte sjaal, ik heb een streepje sjaal. Nou, mijn man heeft dus de hoed. En die heb ik net gekocht. Die had kijk wat ik om heb gedaan vandaag. Oh ja, maar die hebben ze niet. Nee, dat is gewoon een rode riem. Ja. Oh, dat is gewoon een rode riem. Gewoon een rode riem. Als er iets uitkomt, dan gaan we het gelijk kopen, anders ga ik spijt. Ik heb ook de handschoenen. Maar die hebben we nu gelukkig niet nodig. Nee, niet nodig, nee. En het blijft een beetje droog. Dus heerlijk, hè? Fantastisch. En dan zeggen we, ik wens je een goed ontzet. Dankjewel. En ik wens jullie ook heel veel plezier met Unity. En daar gaan we zeker naar kijken. Want we vinden het altijd helemaal geweldig. Nou, dat horen we graag. En we hebben het al gezien van vanmorgen. Heb je al gekeken? Ja, hebben we al gekeken. Want we waren natuurlijk ook bij de ravijnen en noem maar op. Dus ja, helemaal fantastisch. Goed zo, nou dankjewel. Oké, veel plezier. Gewonnen? Ja, met eentjes vissen. Met eentjes? Ik denk, je hebt een heel ingewikkeld spel gedaan, maar dat is toch voor kinderen van 6 eentjes vissen? Ja, maar nergens anders hadden ze een giraf. En je wilde gewoon die giraf? Ja, ik ben al jaren op zoek, dus ja. Serieus? Ja. Ah, het is ook wel echt een hele leuke giraf. Mag die bij je slapen ook? Misschien. Ja, oké. Okay. En wat gaan jullie verder doen? Wat gaan we verder doen? Eten. Eten. Hamburger, oliebollen? Van alles. Ja, alles eigenlijk. En wat drinken we daarbij? Wat drinken we erbij? Ja, dat weten we nog niet. Alcohol of geen alcohol? Vandaag even niet. Gisteren was genoeg. Tot zover deze aflevering van Rudo vanaf de kermis tijdens 3 oktober. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Rudo. En vind je het leuk om me uit te nodigen? Kan, hè? Even mailen. Rudo@unitytv.nl. Tot volgende week.